Welkom bij de uitgaanstips van Haarlems Bodem. Dit zijn de tips van donderdag 21 tot en met zondag 24 maart. Pastelkleurige levenslust is waar het bij de muziek van Kita Menari om draait. Kita Menari heeft in Nederland al een hele reeks successen geboekt. De debuutsingle Young Lovers was te vinden in de Best of the Week van Apple Music, evenals Spotify's New Music Friday in Groot-Brittannië en Nederland. Toen hij begon aan het schrijven van een gloednieuw album, schreef hij vanuit een nieuwe, verfrissende hoek. Wat er ontstond was een geluid dat even levendig is als Passion Pit, met de elektronische elementen van MGMT en sonische energie van de Parijzenaren en dancepop-iconen Phoenix. Hun debuutvoorstelling was voor meer dan een miljoen mensen op het populaire Nederlandse tv-programma De Wereld Draait Door voor de promotie van een uitverkochte headlinershow in Paradiso. Deze donderdag staat Kita Menari in Patronaat en zijn ze te zien vanaf 7:30. Neem eens een kijkje achter de schermen bij Toneelschuurproducties. Om je een indruk te geven van wat er in het repetitielokaal van de voorstelling in wankel evenwicht gebeurt, ben je van harte welkom bij de openbare repetitie. Na een korte inleiding woon je de repetitie bij en zie je de acteurs met de regisseur aan het werk. De openbare repetitie begint om 4 uur en duurt tot ongeveer 5:15. Dit is een unieke kans om te zien hoe een voorstelling tot stand komt. De toegang is gratis, wel wordt gevraagd een kaartje te reserveren. Singlefeestje is eindelijk weer terug in Haarlem. Was jij ook zo trots op die eerste cd-single die je had met dat ene topnummer erop? Singlefeestje neemt bakken met duizenden cd-singles mee, van Kendrick Lamar tot Celine Dion. Van Robbie Williams tot de jeugd van tegenwoordig. Van de nieuwste klappers tot de allerfijnste meezingers. Pak jouw single uit de bakken en geef hem af bij de DJ. Dat is Singlefeestje. Deze zaterdag van 11 uur Singlefeestje in Patronaat. Ervaar de Stad Schouwburg eens op een andere manier. De voorstelling Het Aanzoek van theatergroep Braamtheater brengt je op plekken die normaal gesproken voor het publiek verborgen blijven. Middels een theatrale rondgang spelen zij drie verschillende eenacters van de grote schrijvers. In De Getuigen van Hugo Claus, De Huwelijksochtend van Anatol van Arthur Schnitler en Het Huwelijksaanzoek van Anton Tjechov staan de liefde en het aanzoek centraal. De angst om je te binden, onzekerheid over de beantwoording van de liefde of de moeite die het kost om echt naar elkaar te luisteren zijn zowel tijdloos als universeel. De grote vraag is, hoe ga je ermee om? De voorstelling Het Aanzoek kun je deze zondag op twee verschillende tijden, namelijk om 12 uur en om 4 uur zien. En de toegangsprijs is inclusief thee deluxe of high wine. Dit waren de tips voor deze week. Voor meer tips en achtergrondinformatie check je haarlemsbonen.nl/uitgaansagenda. Lekker weekend!